Het gaat sneeuwen dit weekend. Wat kunnen we precies verwachten? Dat klopt. We krijgen inderdaad sneeuw dit weekend. En we kunnen dat ook terugzien op de modelberekening. Als we hier kijken, dan hebben we hier in het midden hebben we Nederland zitten. En de bewolking, ja, die komt in de loop van zaterdag komt die vanuit het westen komt die eraan. En deze roze kleur die geeft aan waar de sneeuw gaat vallen. En ja, dat is zaterdagavond in de loop van de nacht dat die ook over Nederland heen trekt. En ja, dat gaat dus ook wel echt voor een sneeuwdek zorgen boven Nederland. Dat klinkt veelbelovend. Betekent dat dan ook dat we zondag van deze sneeuw kunnen genieten? Zondag kunnen we zeker in de ochtend nog wel even van die sneeuw genieten. Maar al snel draait de wind naar het westen, die zorgt voor zachtere lucht. En ja, dan treedt ook snel de dooi weer in. En na het weekend, komt de sneeuw dan weer terug? Nee, die westenwind, die zuidwestenwind, ja, die brengt de wisselvalligheid. En de maxima, die blijven dan ook hoog. Dus echt van sneeuwkans is dan geen sprake meer. Dan moeten we er dus echt van genieten aankomende zaterdagavond. Dat lijkt mij het best.